Vanavond is tijdens een speciale raadsvergadering in Halte Democratie Cora Yveske Sikkema beëdigd als burgemeester van Toldambt. De voorzitter Alida Michels opende de avond en gaf het woord aan de commissaris van de Koning, de heer Paas. Toldambt is stoer en ik realiseer me nu ik het uitspreek dat dat een Groningse dubbelzinnigheid is. Maar misschien is dat ook wel zo. Karakteristiek ook door dat ruige en weidse landschap, maar ook door de mensen die er wonen. En daar is veel over geschreven. Wat voor eigenschappen moet die nieuwe burgemeester hebben? Daar kwamen 833 eigenschappen uit. Waaraan één echt levend mens dan moet voldoen. 833. Namens de raad sprak Engel Modderman de nieuwe burgemeester toe en overhandigde haar een mooi cadeau. Hij had voor zijn toespraak informatie ingewonnen bij de gemeente Haarlem en maakte een mooie verbinding naar het Toldambt. Burgemeester Joost Wienen omschreef zich als volgt. Volgens mij zit u daar. Veel zal u langs andere wegen wel bekend zijn. Haar Groningse wortels bijvoorbeeld. Overigens herinner ik me de eerste ontmoeting dat ze vertelde dat ze een Amsterdamse achtergrond had. Zo. Daar heeft ze namelijk ook altijd gewoond. Ik herinner me. Nee, zo zeg ik het verkeerd. Daar heeft ze namelijk ook een tijd gewoond. Ik herinner me dat omdat alle toenmalige wethouders een Amsterdamse voorgeschiedenis hadden. Opvallend bij Cora Yveske is je enthousiasme. Zo wilde je beslist meedoen met een collegeploeg bij het zwem-event Swim or Fight Cancer. Ook al had je eigenlijk geen tijd. In de pauze van de generale repetitie van een toneelstuk dook je in het spaden. Wethouder Laura Broekhuizen mocht na haar verhaal de Amstketen omhangen. Op 5 november werd ik door Alida Michels gebeld, de voorzitter van de Vertrouwenscommissie, om mij te feliciteren. En werd mij verteld dat de raad mij heeft voorgedragen als jullie nieuwe burgemeester. En ik wil u allen ook bedanken voor het hartelijke welkom naar en in Toldambt. Toldambt. Ik heb echt in Haarlem aan mijn collega's 100 keer uitgelegd hoe ik me uitspreek, maar doe ik het nu verkeerd. Ik heb mails ontvangen, ik heb bloemen ontvangen, berichtjes op social media, maar social media, het is echt hartverwarmend. Tot slot mochten wij de kersverse burgemeester ook nog een paar vragen stellen. Welkom. Dank u wel. Zo voel ik me ook hier. Heel erg welkom. Cora Yveske Sikkema. En zoals aan werd gegeven, uw man heet geen Sikkema. Nee, die heet Westra. Dus we hebben allebei onze eigen achternaam. U bent vanavond officieel beëdigd als burgemeester van Toldambt. We hebben ontzettend leuke verhalen gehoord over het wel en wee in Haarlem en nu hier in Toldambt. Wat is uw hoofd? Gevoel bij het Toldambt van wat wilt u hier bereiken? Nou, ik denk dat wat heel belangrijk is dat wij met elkaar Toldambt nog mooier en fijner maken en dat de samenwerking daarin heel erg belangrijk is. En dat heb ik vandaag ook heel erg ervaren in de gesprekken die ik heb gevoerd. Dus dat voelt ook heel goed. En je hebt wel een aantal vraagstukken die belangrijk zijn en die we met elkaar op moeten pakken, maar vooral in gezamenlijkheid. En daar heb ik heel veel zin in. U heeft natuurlijk uw fantastische Groningse route vanuit Delfzijl. Denkt u dat het in uw voordeel werkt dat u hier nu als burgemeester van Toldambt bent? Ja, dat denk ik wel. Op het moment dat ik wist ik wil wel burgemeester worden op termijn, was Groningen wel een van de provincies waar ik aan dacht. Omdat ik denk als je ergens burgemeester bent, dan moet je de mensen kunnen voelen. En als Groninger denk ik dat ik als mensen tegen mij praten ook iets meer kan voelen wat de mensen echt zeggen. Dus dat is wel een bewuste keuze geweest. Er werd heel mooi aangekaart dat u verstaat Gronings wel, maar spreekt het niet echt. Klopt. Mijn ouders hebben wel altijd Gronings tegen elkaar gepraat, maar nooit tegen hun kinderen. Dus niet tegen mij, mijn zus en mijn broers. Dus ik kan het prima verstaan. Maar als ik probeer te praten, dan zegt mijn vader meestal, hou maar op. Dat liep naaks op. Dan houden wij het gewoon hier op het Nederlands. U gaat alle mensen een hand geven. Er zijn zoveel die u willen welkom heten, ook nog vanavond. Veel genodigden ook vanuit Haarlem nog, heb ik begrepen. Ja, zeker. Even vriendinnen van vroeger. Ja, dus er zijn hier heel veel mensen en ik heb er heel veel zin in. Ja. Fijne avond en uiteraard hele goede termijnen. Heel veel termijnen hier bij ons in Toldambt. Dankjewel. Ik heb er heel veel zin in. Dames en heren, hiermee sluit ik de vergadering.